Hoe smaakt die? Super. Zo van de boom, nog niet eens rijp en nu al lekker. De peren van Gerard Pronk smaken dit jaar veel zoeter dan normaal. En dat is allemaal te danken aan het warme zomerweer. De zoetheid van een peer of van vruchten worden uitgedorst of is uitgebeeld in briks. Normaal voor peren is in Nederland is 10, 11. En ze zijn nu 12, 13, soms 14 briks. Dat betekent dat er heel veel suiker in zit. Behalve de zoete smaak is het verder ook goed gesteld met de totale oogst in het West-Friese Zwaagdijk. Ik word best wel blij van deze peren. Ja. Ja, de vorm is prima. Ze hebben allemaal mooie ronde kontjes zoals wij dat noemen. Dat is goed voor de maatontwikkeling. En ook goed voor de kilogrammen. En uiteindelijk worden de peren per kilogram betaald. Dus hoe dikker de peren, hoe meer kilo erin zit en hoe beter de prijs. De peren worden nu geoogst en dat is een flinke race tegen de klok. We moeten binnen 12 dagen moeten de peren eraf zijn, want ze gaan voor de lange bewaar. En als we er te lang over doen, dan kunnen we ze niet bewaren. In totaal zijn er 90 mensen aan het plukken. En dat is eigenlijk niet genoeg om de klus op tijd geklaard te hebben. Maar Gerard blijft positief. Het wordt een flinke spurt deze week. Maar als we het weer houden zoals het nu voorspeld is, dan gaat het wel lukken. Want als het gewoon knap en mooi weer is, dan pluk je ook gewoon 10% meer op een dag. Als dat het regent en als het koud is. Dus ik heb nog steeds hoop dat het gaat lukken.